Zo, hallo kijkers. En daar zijn we weer in een nieuw potje Road to Level 30 League of Legends. Ja, Thorn's Blade. Hoppakee, wandelen met die handel. Op zich ben ik er wel. Eerst was het voor mij even. Hey, wat is hier gaande? Ik kan hier het eind van het scherm, hier ook, maar Welcome to hier the heb ik het eind van mijn Summer scherm Inn. niet. Hey. Dat is vreemd. Waarom is dat? Oh, even kijken, misschien ligt het daaraan. Ja. Ja, ik zit hier met twee schermen en op het moment dat ik in mijn tweede Your scherm partner hier begins. precies aan de rand, niet aan dit scherm, maar aan een andere scherm hier aan de rand, een ander scherm heb openstaan, bijvoorbeeld een browser of wat dan ook, dan kan ik dus niet dit doen. Daar kom ik dus net On achter. the double. 30 Oké, seconds we hebben until the iemand minions spawn. in de bot. Blitzcrank toch? Ah, Blitzy. To battle. Nou, ik zie dat hij mij lekker gaat helpen. Speler die zojuist door mij geïnviteerd is. Die graag een Minions have potje met mij spawned. samen wilde spelen, dus we gaan even kijken hoe het gaat. Ja, ik beloof niet dat ik goed zal spelen. Maar, of ja, ik zal niet zeggen dat ik heel goed zal spelen. Maar, ja, ik beloof dat ik mijn best zal doen. The hunt begins. Ik ben wel bijna level 24, dus het is wel een beetje een moment dat ik wel redelijk moet gaan spelen. For Maar the goed, honor het gaat op zich altijd of wel goed. all. De ene, als het team gewoon lekker samenspeelt, dan lukt het altijd wel. Alright, nou dan gaan we dan. Last hit. Move out. Nou, net gemist. Jammer. Dus even wat meer last hitten. Gaan nu gewoon een beetje afwachten. Oké. Ja, die kunnen we wel last hitten. Oh, die bijna gemist. En die hebben we dus ook nu. Ja, Masti hier staat inderdaad bottom. Dus ik had het volgens mij wel oké. Nou, wordt al flink gekaart. Ja, dan doen we het gewoon zo, hé. Hup, kom op. Ah! Ah, wat is dit? Ja. Ah, nice. Oh, dit was wel jammer. Ik had gehoopt eigenlijk dat ik het had overleefd, maar goed. Het mocht niet zo zijn. Oh, ik ben alweer levend. Ik neem gelijk een pot mee. En ik ben weer onderweg. Nou, het zo te zien gaat tot nu toe in het team oké. We hebben al 3 kills tegen 1. Dus ik ben benieuwd hoe het nu verder gaat lopen. Alright, nou, let's go. Sneller bij de toren zijn dan kill. Kom op. Oh, mag onze toren niet beschadigen. Mag geen kastje opkomen. Kom op. Ah, en dat komt er ook niet. Want we zijn er weer. Zo, what the fuck. Maar goed, binnenkort hebben we onze Fine Peric Scepter, dus dan hebben we al wat meer vrijheid. Oeh. Ons schild hebben we nu ook al, dus dat is ook mooi. Hoewel we daar geen mana voor hebben op het moment. Ja, dan maar last gaan hitten. Hup. Ik zie dat daar een minion is die wat aandacht nodig heeft. Oeh. Zo in ieder geval Master hier die weet hoe die moet spelen.
Oeh, die heb ik nog mee kunnen pakken in ieder geval. Even een pot gebruiken toch. Hey. Nou, ik had mijn schild daar kunnen gebruiken. Ik moet nu wel een beetje gaan oppassen. Hey, kijk, Gangplank die eventjes. Comes to the rescue. Ja, ik heb nu op het moment geen mana, dus het wordt voor mij een beetje lastig. Maar dit was mooie actie in ieder geval. Nou, voor mij een moment om even een paar. Kijken of ik een paar minions kon meepakken nog. Nou, niet echt. Maar goed, dan gaan we eens even terug naar de basis. Even healen, want dat is wel hard nodig. Yes, nou Vampiric Scepter hebben we nu en we kunnen nu voor onze boots gaan. Dus we zijn weer wat sneller tegen Master Yi. Nou, zoals jullie weten krijgt Master Yi ook een visible update. Nou, waarschijnlijk hebben jullie al gezien op het moment dat jullie deze video zagen. Of deze livestream zagen, zeg maar, dan had ik Master Yi gekocht. Dat is inderdaad voor die visible update. Zodat je eigenlijk de oude Master Yi ook nog hebt. Maar ja, ik weet niet of dat echt nuttig is. Maar goed, aan de andere kant vond ik het ook wel leuk om een keer die champion te gaan uitproberen. Hey, een jungler. Oh ja, dat was ik even vergeten. Je moet natuurlijk ook dit nog doen. Zo'n minigame. Nou, ondertussen is die ook verslagen. Dus dat is ook mooi. We hebben nog even een minion meegepakt, of eigenlijk een neutral monster. Ik weet niet hoe ze heten, of hoe je ze nu moet noemen. Nee! Oh, toren. Shit. Oh, ook net niet mee. For the honor of all. Nou, Vampiric Scepter doet zijn werk op zich zo wel, dus een beetje mijn boemerangen. Overal nergens naartoe gooien. Nou ja, laten we die kill maar lekker wandelen. Mooi momentje om ook weer terug te trekken.
Blitzcrank is hier. Dus dat is ook een mooi moment. Oeh. Nou, we gaan weer. Ik neem een pot mee. Toch eentje. Doe het niet vaak. Nu ik wel een beetje. Doe het niet vaak sinds dat ik een beetje met die Doran's Blade speel en alles. Op zich, ja, wat meer damage aan het begin is altijd wel fijn. Zeker met minions is dat altijd wel mooi meegenomen. Die hebben we ook meegepakt. Yes, mana. Nice. Blitz. Voor mij even een momentje om. Om eventjes HP terug te halen met mijn Vampiric Scepter. Nee! Oh nee, niet... Oh, fuck. Zonde. Nou, in ieder geval lang genoeg dood. Oeh, even kijken. Nou, dan hebben we nog een pot die ik mee kan nemen. Dus dat is het fijn als je dan eventjes moet wachten. Nou, Blitzcrank, ja, goede gast. Oh. Hij vergeet continu zijn boots. Dus kijk wat hij wel heeft. Oh, nou, oké. Echt inderdaad voor dat soort items interessant in ieder geval. To battle. Nice. Move out. No. Ik heb ook een mooie buff ervan gekregen in ieder geval, dus dat is ook leuk. En dan gaan we verder. Alright. Moet door de bosjes heen lopen zover. Dus, hoppa. Thank you.
Alle minions. Kijk al die minions. Oh, die gingen snel. Oh, als je die aanvalt, dan word je ook gezien als van, hey. Oeh, goed getimed. Nou, dat was een save bij de klok. Zo, even kijken hoor. Dan hebben we in ieder geval die items hebben we. We gaan nu voor Trinity Force. En dan voor de speed als eerst. Nou, ik kan ondertussen weer langzaam nog één potje bij. En ik ga weer naar de bottom. Dus even kijken wat Yi koopt. Nou, ik zie zo te zien gaat hij voor Ability Power. Dus AP build. Dus uiteindelijk kan hij best snel gaan worden. Master hier zit. Ja hoor. Kom dan, Master Yi. Yay! Nou, Master Yi is ook weer verleden tijd in ieder geval, dus dat is ook weer mooi. Waar die bloedthirster niet goed voor is, hè? Echt waar. Zo'n nice item. Oeh, hij schrok me eventjes. Ik schrok je eventjes en ik dacht even van, hey, komt er nou iets aangelopen wat ik... Nee. Oh, shit. An enemy has been slain. An enemy has been slain. Ja, die kan ik sowieso wel gebruiken. Movement speed en alles erop en eraan. Kom op. We kunnen ze aan, we kunnen ze aan. Nou, Blitz staat al te wachten, een beetje. Dan gaan we 1, 2, 3, wandelen met die handel. On the double. Oh, dat was anders wel een hele mooie geweest.
Nice. Cannon. Ik heb in ieder geval wel een mooie buff nu. Oeh, oppassen, oppassen. Nou, dit is wel een goede natuurlijk. Mana. En HP. Extra. Zo, kunnen we even vooruit. En dan gaan we weer. Poging zoveel. Even kijken, we gaan de bottom lane is een beetje in gewicht. Dus het is een mooi moment om daar eventjes de boel te pakken. Oeh, Gangplank, Gangplank! K6 is ook echt sterk, hè. Is echt zo'n best wel sterke champion. Ja, het wordt wel spannend op dit moment, want... Beetje omlopen. Ik was een beetje bang voor het feit dat we eigenlijk zouden geganked worden. Iedereen er is. Nou, nu zijn we met iedereen. Spannend. Wat gaat het worden? Aanval of niet? Oh, dat was ernstig.
K6 is nu helemaal vet. 16 kills op zijn naam. Oei, 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 dat gaat niet goed. Move out. For the honor of all. Your team has destroyed a turret. To battle. Move out. Ooh. On the double. Oké, dat is een toren. Oké, wegwezen hier. Genoeg goud voor een inderdaad een Last Whisperer. Even kijken. Nou, nog 1000. Even. Zo. On the double. Your turret has been destroyed. So the hunt begins. An ally has been slain. An ally has been slain. Oeh. Allemaal minions die hier eventjes afgemaakt moeten worden. On the double. Even hier de basis lopen. For the honor. Ja, dat gaat goed. Alright.
The hunt begins. Nou, dat wordt te oppassen. For the honor of all. On the double. Kom op, jongen. Oeh, eindelijk. Your team has destroyed a turret. Spannend. Nou, we zijn nou in ieder geval lekker op weg. We hebben wel wat kill achterstand, maar jongen, maar we komen er wel. For the honor of all. Ja, we verspreiden een klein beetje. Nou, hij doet de bottom lane dan wel. Dan ga ik gelijk deze kant op. Elk centje dat ik onderweg kan meepikken, pak ik op. The hunt begins. Alright, nou, gaat zo goed. Ja, dat is wel een goeie. Eventjes de bush daar worden. Hoewel ik denk dat als ze met z'n allen komen dat we niet echt... Ping van 700.
has been slain. Nou, dan gaan we weer. Right. Ik heb 1320 moet ik hebben. Yeah.
kom op, we moeten dit kunnen. Oh yes, jongens. We hebben het gehaald. En daar zijn we weer. Oké, nou dit was op zich een langdradig potje. Heel langdradig, maar wel leuk. Ja, we hebben het uiteindelijk gewonnen. Nou ja, ik sta op zich niet heel verkeerd in het team. En ik vond het ook wel heel leuk dat er een kijker meespeelde vanavond. Ja, oké. Het is even na een tijdje dat ik weer een game heb gewonnen. Ondanks... Dat was het op zich wel grappig. Het duurde wat lang, werd een klein beetje saai, maar ja, voor de rest wel leuk. Dus even kijken hoeveel damage ik uiteindelijk gedaan heb. En dan zie ik inderdaad dat ik deed het niet heel slecht. Tegen champions toch wel het meeste damage inderdaad. In overall damage ja, viel ook op zich wel goed. En physical damage delf ook op zich wel oké. Nou, ik moet zeggen dat Sivir een leuke champion is. Ik heb nu een aantal potjes mee gespeeld. En ja, leuk. Je kan er echt hele leuke dingen mee doen. En ze kan heel sterk zijn, zoals je zag. Kijkers, in ieder geval hartstikke bedankt voor het kijken. En ik ga deze video even afsluiten. Heb je zoiets van, oké, ik wil graag een keer met Destroy samenspelen? Nou, ik zou zeggen van, je weet mijn naam. Invite me gewoon of voeg me toe op LOL. En wie weet voeg ik jou toe en dan kunnen we een keer een potje samenspelen. Zodoende. Reageer, like, subscribe, nodig wat vrienden uit. En wie weet speel jij de volgende keer samen met mij. Samen met mij en een paar anderen. Dingetje is wel dat je een beetje redelijk moet spelen natuurlijk. Maar goed, als je beter dan mij speelt, is altijd goed. Speel je echt veel slechter dan mij, ja, dan wil ik je best wel een beetje leren of zo. Niet dat ik echt heel goed ben in dit leren, maar goed. In ieder geval hartstikke bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. En laters.